We hebben hele mooie optredens, muziekoptredens, maar we hebben ook Bosse Bollen. Ja. Ja, want we hebben Leo van Ude hier te gast. Van INL Entertainment. Uit Den Bosch. Yes, uit Den Bosch. Dus ik dacht, iedereen is hier zo enorm hard aan het werk. En zo is het trouwens. Dus ik ga de horeca graag steunen. En jullie. Heel erg goed. Ja, want Leon, jij hebt samen met Ilse van den Heuvel je bedrijf. Ja. INL. Juist. Hoe simpel kan het zijn? Hoe simpel kan het zijn? Ja. Jullie maken musicals. Klopt. Theatervoorstelling Robert van Beckhoven, ja. Die het theater ingaat. Ja. Liften met Joke de Gruijf, was hij net? Die was hij net, ja. Dus jullie hebben een goed lopend bedrijf. Mooie voorstellingen. Ja, ja, en dat gaat ook steeds beter. Weet je, we zijn in 2011 zijn we gestart en we hebben heel rustig aan zijn we die ladder opgeklommen. Hebben we heel hard voor gewerkt. Niets aan verdiend in al die jaren. En nu, dit seizoen, zouden we eindelijk... Klappers gaan, maar ja, dat heeft 9 jaar geduurd. Dat heeft wel even geduurd, ja. Voordat je geaccepteerd wordt door theaters, door impresariaten, weet je, dat is gewoon bouwen. Maar had je leningen afgesloten of zo? Leningen, ja, ja. En dit was eigenlijk wel een beetje het seizoen waar we enorm veel zin in hadden. Jongen. En dat wordt dan ineens stopgezet, dus dat is wel heftig, ja. 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 Jeetje, hoe is dat bij jou binnengekomen? Nou, dat is... Ik zei tegen Ilse, als alles in maart tegen me gezegd zou zijn... en dat alles onderuit geschoven zou worden... ja, dan had je me op kunnen dweilen. Maar dat is natuurlijk allemaal stapsgewijs is dat allemaal er doorheen gekomen. Want in maart dachten we nog, eind mei, begin juni... dan gaat Robert weer het theater in. Nou, en langzaam bleek natuurlijk dat gewoon niet mogelijk was. Nee. En je komt uit Den Bosch. Ja. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat de eerste periode ook nog een beetje... een soort stress was over die corona daar in die buurt. Nou, zeker. En ik heb het ook zelf gehad. Met de hele familie. Ja. Echt waar? Ja, begin maart, ja. De hele familie. En ben je getest? Nou, nee. Dat mocht niet. Maar mijn ooms, mijn moeder, mijn vader, die zijn wel getest. En daar heb ik die avond, die bewuste avond, begin maart, heb ik daarnaast gezeten. Dus... het was eigenlijk wel duidelijk. En heb je heel last gehad met je longen en het hele... het viel echt mee. Het viel echt Maar jij bent nog een jonge vent natuurlijk. En je ouders, zei je, die waren het... Ja. En hoe ziek zijn zij geworden? Mijn ooms zijn heel erg ziek geworden. En mijn stiefvader, dat is ook even wat minder gegaan. Maar ze zijn allemaal supergoed uitgekomen. Dus dat is heel fijn. Jezus. Maar inderdaad, die regio... Dat was wel een... Dat was wel een dubbel pech eigenlijk. Ja, 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 ja. Dan gaan we straks de bossenbollen eten. Straks, ja. Ja. En dan geef het ook hier aan iedereen. Want die dat inderdaad best kan gebruiken, denk ik. Want die zijn zo ongelooflijk hard in touw. Mm-hmm. Nou is het zo dat als we ons even focussen op Brabant... dan hebben we de corona daar. Maar er is, als we het hebben over cultuur, nog een probleem. Mm-hmm. Want het is nou niet bepaald een politiek klimaat... wat heel erg cultuurminnend is. Ja, en dat... Dat vind ik zo gek, want ik woon zelf in Den Bosch. En daar zijn zoveel culturele activiteiten. Ik heb het gevoel dat ik bijna in de hoofdstad van de cultuur woon. En ik hoor nu ineens van allerlei kanten hoor ik inderdaad binnenkomen. Dat helemaal niet zo is. Nou ja, we hebben Forum voor Democratie, die is in de coalitie gekomen. Mm-hmm. Dus, of heb jij het gevoel dat dat wel mee gaat vallen? Want er waren niet echt positieve geluiden als het gaat om cultuur. Of heb jij er niks mee te maken? Nou, weet je, ik volg de politiek niet heel erg op dat vlak. Ik ben de creatieve persoon binnen ons bedrijf. En ik ben op dit moment aan het schrijven en probeer dat een klein beetje daar te laten. Dus mijn collega Ilse van den Heuvel die volgt dat op de voet. Dus ik kan daar niet al te veel over zeggen. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen... Wat? Dat dit gebeurt. Dat mensen echt cultuur gaan uitbannen, ook in Brabant. Ik heb het gevoel, en dat moet ik voorzichtig zeggen... want ik heb het gevoel dat alles voorzichtig gezegd moet worden... maar dat veel mensen niet echt weten wat cultuur dan is. Dat het alleen maar die ene theatervoorstelling is of dat ene lied... maar dat het zo in onze samenleving... Ja, daar is natuurlijk heel veel gezegd al. Hè? Want er is heel veel gezegd in nagedacht. Oh, wat is cultuur? Wat is het belang? Ja. En jij bent dus de creatieve man van het bedrijf. Ja, ja. Heb jij daar woorden aan gegeven voor jezelf inmiddels in de loop der tijd? Wat is cultuur? Voor jou? Weet je, cultuur is voor mij leven. Is het leven. Wij maken geen mensen beter door ze te opereren
op de operatietafel. Ik geloof dat wij mensen beter kunnen maken, zich goed kunnen laten voelen door wat wij doen. Hè, een voorstelling maken of muziek maken of een prachtige film of kunst. Dat is wat wij doen. En een paar jaar geleden maakten we onze familiemusical Tom's Magische Speelgoedwinkel. En die voorstelling heb ik geschreven met als belangrijke thema het was een soort ode aan pleegouders, aan adoptieouders. En ik vond het heel spannend. En op een gegeven moment kregen we een mail van twee kantjes van een bezoekster die door onze voorstelling het gesprek kon openen met de kinderen die zij had geadopteerd. Nou. En dat vind ik zo mooi dat we dat in zo'n hele fijne, entertainende voorstelling hebben kunnen verwerken. Dat raakt. Een ander voorbeeld is Robin Hood en het verdwenen goud, die we in 2015 maakten. Er was een meisje, dat is dan niet zo positief, maar die was weggelopen van huis met een rugzakje om, omdat ze op avontuur wilde, net zoals het meisje Robin, want we hadden een vrouwelijke Robin Hood. Ah, heel goed. Dat zijn zulke inspirerende verhalen voor mij en daarom wil ik doorgaan. Ja, ik zie het, het spat er vanaf je passie. Nou is het zo dat je zei net, we gingen eigenlijk eindelijk cashen. Dat gaat dus nu niet door. Ja. Gaan jullie het overleven? Dat denk ik wel. En we hebben één geluk. En dat is dat we nu geen groot kantoor huren. We hebben vrij lage vaste lasten. We hebben alleen ZZP'ers in dienst. Die zijn nog in dienst ook? Die krijgen gewoon die vergoeding? Of? Nee, dat is dus, dat is geen geluk. Hè? Laat ik dat vooropstellen. Nee, maar wij hoeven nu niet zoals... Ik hoorde net over Hello Dolly. Die moeten de rekening nog blijven betalen. Ja. Hebben wij niet. Nee. Dus dat is... Maar ja, Tooske Ragas die hier vrijdag zit. Joke de Kruijf, Marleen van der Loo. Ik heb ze gewoon deze week moeten vertellen dat Liften 2... dat gewoon niet doorgaat. Dat die hele tour waar we zo hard over hebben gewerkt... dat gewoon niet gaat lukken. De stagiair die mee zou gaan spelen, dat is bizar. Dat is gewoon super... Het is de keiharde realiteit. Het is de keiharde realiteit, ja. Je hebt een filmpje meegenomen van jullie, een overzicht van wat voorstellingen, begreep ik. Nou, ik dacht, ik ga gewoon lekker wat meesturen en mochten jullie het willen gebruiken. Ja, dat vinden we leuk, want het is, eigenlijk, dat willen we allemaal zien. Liften 2 zouden we vorige week maandag gaan kondigen officieel in 5 uur live. Dat mag niet zo zijn, dus laten we hem dan nu aankondigen. Dit was gewoon het promofilmpje. Dit was het promofilmpje. We doen gewoon alsof hij doorgaat. Precies. In een soort... Volgend jaar wellicht. Volgend jaar. Hoeveel gaan we erbij schrijven voor jou en je bedrijf, INL? 35. Dat komt erbij. Zie je, we gaan bijna naar de 350.000. Wij gaan kijken naar jouw filmpje van datgene wat volgend jaar komt. Yes. En heel graag nog je handtekening daar. Yes. Dankjewel. En goed aan Ilse. En blijf gezond, hè? Dat en succes in Brabant. Dank je wel. Leon van Ude. Liften 2. Celdeling.